Ik ben Elwin van Overbeek, ik ben 19 jaar. Ik ben de rechtsbuiten van Jong PSV. Ik ben een snelle speler. Rechtsbuiten, ik heb een goede actie en een goede voorzet. En zoals jullie hebben gezien, ik kan ook scoren. Ja. Vertel eens, want na 1 minuut lag je al in het mandje. Ja, dat was zo mooi, want Mootje gaf de voorzet. En ik weet niet of hij de bal schiet of die per ongeluk door zijn benen liet. En ja, de bal kwam goed voor de goal en ik tik hem erin. En toen, want het juichen, dat zijn we anders van je gewend. Ja, ik dacht even iets anders doen. Want, het wordt zo eentonig. Ja, het wordt zo eentonig. Dus, en dan komt weer een ander keertje hetzelfde. Het is niet elke week dat het stadion zo druk is. En ja, het is gewoon een heerlijk gevoel, want de meeste supporters staan achter jou en ze geven maar alleen maar kracht. En dan ga je, je probeer gewoon 100%, meer dan 100% te geven. En ja, het is gewoon heerlijk om zo te spelen met de volle stadion. Ze maakten 1-1 en we bleven gewoon rustig voetballen en probeerden nog de 2-1 te maken. Ja, tegenstander was Jason Bardouche. Is niet echt een linksback, tenminste bij PSV speelde hij dat niet zo heel veel. Hoe ga je dan zo'n wedstrijd in als je tegen hem staat? Ja, voor mij elke wedstrijd is gewoon hetzelfde. Ik kijk niet anders op of een verdediger middenveld op linksback staat of wie dan ook. Ik ga gewoon de wedstrijd in met het doel stellen om die linksback moeilijk te maken. En, ja, en onze elftal te helpen. Zeg maar. We scoorden de 2-1. Dus we proberen gewoon rustig te blijven en proberen nog een doelpunt te maken. Ja, die kansen kwamen. Jij had ook nog een mogelijkheidje na een actie van Joshua, als ik het goed heb. Nee, dat klopt. Ja. Het was een mooie actie van Joshua en hij staat de bal. Precies tussen de twee centrale verdedigers. En ik had de bal niet goed meegekregen. Anders was het wel een kans voor een doelpunt. Dus dat was zo jammer. Onze trainer zei altijd: als de rechts- of linksbuiten door zijn, dan moet de spits eerste paal komen. En volgens mij ging het niet in de eerste paal. Dus ik was wel boos op hem. Want als hij eerste paal ging, was wel een kans voor een doelpunt. Dus vandaar dat ik een beetje boos was op hem. Er was een momentje, een overtreding ongeveer op hun 16. De scheidsrechter die zei doorspelen. 10 minuten later weer een overtreding op jou. En toen gaf je jou een gele kaart voor een Schwalbe. Hoe heb je die situaties gezien? De eerste keer was wel een Schwalbe, hij raakte me niet. Maar de tweede keer ik kon die bal niet hebben. Dus ik viel op de grond, maar ik stond gelijk weer op. Dus ik vond het wel raar de scheidsrechter een gele kaart gaf, want ik stond gelijk weer op. We knokten tot de laatste minuut om nog een doelpunt te maken. En was dit keer niet gelukt, maar ik hoop dat het volgende keer wel lukt. Want het is wel leuk om nog een doelpunt erbij te scoren. Ga weg, man. Ga door.